Nou, daar staan er de twee zusjes. Ja, zusjes. De een is vele malen kleiner. Kan ik ook niks aan doen. Wij kunnen niet komen. Want we staan al voor de ranghekken. Een goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een vrijdag. En wel te verstaan, 24 september. En volgens de computer is het 9:29. Waarom wij er zo vroeg uit zijn? Nou, om de dood eenvoudige reden, om 10:00 komt mijn nieuwe huishoudelijke zorg van de nieuwe instantie waar ik nou bij aangesloten ben. Nou, er zit er al eentje buiten te roken. Ja, ook dat nog. Ja, dat kunnen jullie zo zien, denk ik. Dus ja, dat is allemaal leuk en aardig. En Rijke, die is geloof ik ook buiten. Ja, die is buiten. Ja, die is in de tuin. Oh, en Elwing, die zit op de bank. De eigen schoon te maken en te poetsen en te doen. Die denkt ook, ik moet er ook netjes uitzien voordat ze komt. En Kandolf heb ik dit keer ook maar lekker naar buiten gedaan. Normaal laat ik die binnen en dan krijgt hij eten. En omdat ik eerst met de meisjes uit ga. Ik moet nu ook eerst nog met de meisjes uit. Maar ik wacht eerst totdat die huishoudelijke hulp er is. En dan, ja, ik moet op minst wegwijs doen in mijn huisje. En dan hopen dat ze dat onthouden kan. Maar komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Gaan wij ook doen. En ik hoop ook dat jullie met ons samen mee zullen genieten. Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer eventjes. Ja, de huishoudelijke zorg is al geweest. Ja, maar nee, niet eentje van mij. Nee. Maar, komt goed, je had toch alweer de opdracht om verder te zoeken. Ja. En ja, ik had toch gezegd, lieve vrienden, dat mijn horloge zegt piep, 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 piep. Die alarm krijg ik er niet uit. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar ik krijg hem er niet uit. Maar oké, buiten dat om. Ik had jullie gezegd dat ik een journalist van de krant hier had gehad. Maar ik sta in de krant, hè? Ja. Kijk maar. Leuk, hè? Ja. Ik vind het heel erg leuk. Ik ben er helemaal blij mee. Gaat over mij vloggen op mijn YouTube en over mijn mannetje. Dus ja, dat. Ik ben er echt super blij mee. Ja. Dat willen jullie dat lezen. Nou ja, dan zeggen jullie het maar. En ik bewaar hem natuurlijk uiteraard. Deze gaat niet op de krantenbak. Nee, ik bewaar deze en komt helemaal goed. Willen jullie het al lezen, dan ga ik daar foto's van maken. En dan zet ik dat ook even in een vlogje. En dan komt dat er ook nog even bij. Als een extra vlog. En dan kunnen jullie dat lezen. Natuurlijk met de foto's erbij. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Maar laat het maar wel dan weten. In een reactie. En dan horen we het graag. Ja. Echt waar. Of niet dan, Francis? Jazeker wel. Oh. Want we zijn er blij mee, hè? Ja, met iedere reactie. Ja, met iedere. Het liefst positief. Ja, het liefst positief. Maar negatief maar ook. Maar dan moet ze er ook bij zitten. Waarom? Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Nou ja, ik ben ook net met het beide uit geweest. Ik heb de keuken schoongemaakt zelf. En ik heb nog meer moeten doen. Want met de tweeën ging het makkelijker. Hallo, waar heb je een hulp voor? Die behoort het alleen te doen. En ik heb maar één rug. Ja, en die is al niet goed. Nee. Maar oké, maak nou even niet meer uit. Het is prachtig mooi weer.
Wij gaan straks eerst even een paar boodschapjes doen en dat wordt dan even snel thuisgebracht. En dan gaan we eventjes weer de boel onveilig maken hier in Den Helder. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag, want het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, wat wil je nou nog meer? En ja, geniet ook zeker met ons mee. Er staan er de twee zusjes, ja, zusjes. De een is vele malen kleiner. Kan ik ook niks aan doen. Maar in ieder geval, daar staan ze lekker naast elkaar. De twee boosters van, nou ja, die grote is dus van Ikke. En die kleine is van... Van mij. Van mij, ja, helemaal waar. Dus ja, dat zijn ze. Daar gaan we dus weer mee on tour. En we nemen jullie er gezellig in mee. Dus ik zou zeggen, geniet ze. Samen met ons, maar lekker mee. En toen waren we weer in het Kwelderduin aanbeland, lieve vrienden. Ja, en bekijk, daar staat ze. Ja, dat rijdt lekker met me mee. Dus we gaan er weer vandoor. En we rijden gewoon langzaam weer vooruit. En we laten jullie en haar genieten. Hè, Francis? Ja, zeker, mooi. Ja, dus ik draai jullie nu weer om. Die kant op. Even een stukje genieten. Het is zo mooi, zo mooi. Komen we bij een bruggetje. En het waait, zoals jullie zien aan de golfjes. Nou ja, kijk maar naar, ja, hoe noem je dat spul? Dat riet. Maar het waait echt als een raket. Ja. Nou ja, jullie hebben al wel vaker het Kwelderduin zo met mij bewonderd. Dus ik ruim jullie straks weer lekker eventjes op, zodat ik weer dat hele mooie punt bereik. Ja, en ik heb dan toch echt wel twee handen nodig aan mijn stuur. Ja, en toen begon het ook al te verkleuren. Ja, ja. Klein beetje maar het begin is er. De herfst is er al, dus ja. Dat kun je het ook verwachten, hè. Om die bril af, kan jij daar met je zonnebril op? Ja. Nou, dat betekent het voor mij. Ja, ik heb ook een extra scherm erop zitten. Hè. Dag Meeuw. Waar ben je? Daar. Doei. Hoe is me dat schrik, hè? Oh, oh, oh. Want wie zit daar nou? Ja, wie zou dat nou eten? Hé? Ja. Ik zei de gek. Oeh. Ja. Ja, het is echt hier. Ik mag, kijk daar nog meer kleurtjes. Ja. Maar
Nou ja, we gaan weer verder. Lieve vrienden, dit is onze lieftallige lange Jaap, die dus op, ze zeggen omvallen, maar hij valt niet om. Dat kan nooit niet een keer, want je krijgt hem in brokken naar beneden. Ja. Maar ik vind het zo erg. Ja, echt zo erg. Ik probeer er zo meteen nog een beetje dichterbij te komen. Ik weet ik nog niet 1, 2, 3 hoe, maar dat zien we dan wel weer. Maar hij is zo mooi. Ja, het is afgezet. Zoals jullie weten. En dichterbij kunnen we niet komen. Want we staan nog voor dranghekken. Zoals jullie zien. En daar verderop staan er ook een paar. En jullie willen niet weten hoe koud het hier is. Ja. Dus we gaan hier weer weg. Maar ik heb gedaan wat ik wou.